mijter past niet in beeld. Is dit beter? Hoi, welkom terug bij een nieuwe video. Zoals je kunt zien ben ik vandaag hulp Sinterklaas, want ik ga je laten zien hoe ik een aantal cadeautjes inpak. En dit doe ik met papierwaren in Sinterklaas thema van Post en Papier. Ik heb je laatst ook al laten zien dat ik een aantal prachtige papierwaren van Post en Papier heb gekregen. En die heb ik al gebruikt in een sneeuwmul in een aflevering van Sneeuwmul Sunday. Maar vandaag ga ik je dus laten zien hoe ik er als hulp Sinterklaas cadeautjes mee inpak. Laten we beginnen. Dit pak papier is vooral geschikt voor de Sint met een wat strakkere stijl. Zwart-wit en goud is natuurlijk een hele mooie en ook wel bekende combinatie. En wat ik zelf heel erg leuk vind is dat de binnenkant van het papier goudkleurig is. Daarmee krijg je een heel leuk effect als je het randje omvouwt. Zelf vind ik dat de rand het mooist blijft zitten als je er nog een sticker op plakt. En je kunt er natuurlijk voor kiezen om er dan een naamsticker op te plakken. Dan heb je meteen een plek om een naam op te schrijven. Zelf vind ik het leuk om het zwart-witte een beetje te doorbreken, dus ik gebruik bakkerstouw. Dit is rood met wit gestreept en ik hang er ook nog een tag aan. Daarop heb ik een stukje uit een Sinterklaasliedje geschreven. Ik vind het zelf heel erg leuk om met dit thema in quotes te werken en dat kan natuurlijk ook heel goed bij kerstcadeautjes. Worden jullie ook zo vrolijk van dit papier? Deze variant is ook nog beschikbaar in zakjes. Die vind ik zelf heel erg leuk voor kleine cadeautjes of voor sneeuwmeel. Thank you.
cadeautjes aan het inpakken was. En mocht je zelf nou ook nog een van deze materialen willen bestellen, met de code ELISEDINGEN krijg je 10% korting op je gehele bestelling. En dat geldt dus ook voor alle materialen die van post en papier komen die ik in deze video heb gebruikt. Daarnaast zijn ze dus ook leuk om in een sneeuwmeel te gebruiken. Dus ben je niet zo van de Sinterklaas cadeautjes, maar wel van de Sint-sneeuwmeel, dan kun je ze daar natuurlijk ook voor gebruiken. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je heel gauw weer terug bij een nieuwe video. Tenminste, dat hoop ik. Dat lijkt me leuk. Bedankt voor het kijken en tot snel. Doei!